Mijn naam is Hans Peters van de firma Farmstore. We zitten op de locatie in Kuik. We zijn hier bij het melkveebedrijf Maatschap Kerkhof in Mil. We hebben deze ochtend een demo gedaan met de Balair Zero Grazer. En we staan hier in de stal bij het product wat eruit is gekomen. Het doel van de Zero Grazer is om het gras niet te beschadigen, dat het eigenlijk hetzelfde uit de wagen komt zoals het gemaaid wordt. Deze klant heeft een traditioneel systeem met een frontmaaier voor en een oude oprapwagen achter met een pick-up. Ze zijn aan het oriënteren om de overstap te maken naar dit systeem, om toch minder het gras te beschadigen, de wakslaag erop laten. En om geen vervuiling van mest wat geïnjecteerd is bij het kortmaaien dat je toch met de pick-up oppikt. De kans dat je het mee opraapt. Het doel van dit systeem is om het gras eigenlijk te maaien zoals het op het veld staat. En dat het gras niet te lang is om zoveel mogelijk rendement uit het gras te halen met eiwit. Dat is heel belangrijk. Het is een eiwitbesparing op een melkveebedrijf. En dat gezien de krachtvoerprijs op dit moment, is dit een besparing voor ieder melkveebedrijf. Het is mooi los. Voor had ik een stengel, dat was onkruid. Maar dat kon je dus zien, ik heb daar ook een stengel liggen, dat het gewas totaal niet beschadigd is. Kijk, dit is onkruid, dat willen we eigenlijk niet, maar dit is klaver. En je ziet dus dat eigenlijk het stengeltje intact is. Dus dit geeft aan dat hij totaal niet vermoest. Heel veel klanten werken nu met een rotor invoer van een ladewagen, waardoor je eigenlijk gaat persen en de waslaag van het gras gaat beschadigen. En dat willen we niet. Het moet eigenlijk zo zijn, als je het gras in een emmer met water doet, dat het gras blijft drijven. Vaak met rotor invoer ga je toch het gewas beschadigen en zal het gras direct op de bodem zakken. En we willen eigenlijk het nabootsen in de pens. In de pens moet het drijven en het mag niet naar onder zakken. Wat is het sterke punt van deze machine? Ik doe wat highlights eruit pikken. De maaier is 2,25 meter, is niks unieks, maar past perfect bij de invoer. Op dit moment hebben wij de breedste invoer op de markt. Het is een balkeninvoer met 9 balken, maar die is 1,29 meter breed. Wat belangrijk is, het gras moet zo min mogelijk beschadigd worden. Dus hoe breder invoer, hoe minder kans op beschadigen van het gras, het verse gras. Dat is een belangrijk punt. Ander belangrijk punt is het draaipunt. Doordat je een offset hebt van de machine, is het scharnierpunt, draaipunt heel belangrijk dat het sterk en zwaar geconstrueerd is. Dit is een belangrijk argument dat wij ook voor de Balair gekozen hebben.